Welkom iedereen bij de finale van Crash Bandicoot 1 en Saints Trilogy. Vandaag ronden wij de hele route af om Neocortex van zijn kasteel af te gooien. Maar eerst beginnen wij weer met High Road. High Road is hetzelfde als het bruglevel van Road to Nowhere, waarin we uiteindelijk de bedoeling is van oké, hier heb je doel, veel plezier. En met ik doel bedoel ik, hier heb ik het touw, ik loop op het touw. En dat is uiteindelijk gewoon iedere keer wat ik doe. Gewoon iedere keer over het touw lopen en geen fuck geven om eer en al die dingen. Gewoon over het touw. En proberen het balans te houden. Want in Road to Nowhere is dat best makkelijk. In High Road is het ietsjes moeilijker. Nou, hoe het hier gaat is, je moet de schildpad niet killen. Je moet op de schildpad springen en dan van de schildpad verder lanceren. Dat is in theorie de bedoeling. Praktijk zegt van nee, doen we niet. Maar in theorie is dat de bedoeling. En als je echt alles mee wil hebben, dan is het best om gewoon niet over de touw heen te lopen. Maar merendeel van de tijd doe je dat toch. En dan gaan we weer. Rustig over de touwen lopen. En rustig alles ontwijken. Ik zal even erbij, want zoals je ziet, ik ben redelijk wel levens verloren. Oorspronkelijk zat ik op 18, nu zit ik nog maar op 4. Blijf niet zo heel veel van over. Nou, hier zijn ze tenminste iets aardiger en zorgen ze tenminste voor dat je niet over de schildpadden eerst al moet springen om ze kapot te maken, zodat je er wel verder op kan springen. Nu zijn ze al meteen omgedraaid. En kleine jump. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat je op de verschillende punten gaat staan. Alleen je komt niet ver genoeg. Dat is een beetje het punt. De afstand die je hebt is erg lang wanneer je bepaalde onderdelen weghaalt. Ga maar door. Dank u wel. En dat is het voornamelijk. Wil je makkelijk maken, dan loop je over de touw heen. Wil je een challenge? Ja, dat doe je het op de normale manier. En hier heb je slippery climb waar je uiteindelijk gewoon naar boven moet gaan. Klimmen op de toren. En wij gaan nu verder met onze mooie lijst aan informatie. Beginnend met een van de eerste enemies van de game. En dat is eigenlijk Ripperoo. Nou, ik hoef je te leggen, Ripperoo is een kangaroo. En eigenlijk hetzelfde probleem wat Cortex had met Crash, heeft Ripperoo ook. Het was een van zijn eerste experimenten. En dat is te merken, want hij is gek en volledig gestoord. Soms kregen wij het ook nog wel Dr. Roo genoemd. Nou, Crash Bandicoot 2 werd een Jack and Hyde ding. Crash Team Racing heeft nog steeds een straight jacket. Twin Sanity heeft ook nog zijn straight jacket. En dat is het. Hij komt ook voor in Crash Team Racing. Nightcrawler 2. Nightcrawler 3D ziet hij gewoon eruit als een kangaroo. En Crash Bash. En hij wordt gevoiced door Jess Harrell, die we ook kennen. Nou, onderdeel van Tanya wordt gezien als een Eastern Bard Bandicoot. Ofwel een Paramalus Cuny. En is een Tasmaanse buideldas.
Nou, Tanya was oorspronkelijk Crash vriendin, maar werd uiteindelijk, huppakee, naar Pinstripe Podro gegaan. Oorspronkelijk zou Tanya en Wombat zijn, net zoals Crash. Maar ze wilden compleet, de design was compleet anders. Een meer, nou ja, ditzy persoonlijkheid. En haar oorspronkelijke naam was Carmen. En ze was iets te seksueel afgebeeld in de oorspronkelijke. Toegeven, dat is ze nu al, maar was nog erger. Later is Tanya eruit gehaald omdat de Naughty Dog niet helemaal fijn vond dat Crash een sexy vriendin had. Ja, kan ik enigszins inkomen waarom ze dat keuze hebben gemaakt. Toen daar kwam Coco, het zusje van Crash erin, die wel kunnen spelen in deze game. Crash heeft nooit Tanya opgegeven. Wat te zien is in Wrath of Cortex, Crash Bandicoot 3, in Twin Sanity en Mind of a Mutant. Met posters en verschillende foto's. En als je tikt in Tanya Bandicoot, nou, laat ik zo zeggen, DeviantArt is flink fan van haar. En ook dingen zoals Jessica Rabbit. Heeft er gewoon voor gezorgd dat Tanya ietsjes te erg was. Nou, een interessant ding was, nou ja, Tanya heeft blauwe ogen in Japan. Waarom dat anders is, geen idee. Nou, het verhaal wat ik heb kwam met Pinstripe, Podro en Tanya was alleen in de Japanse manual te lezen, niet in de US en wordt niet ook echt geaccepteerd daarin. Zit niet echt een voice actor, dus daar kunnen we ook weinig over hebben. Een leuk dingetje wat later nog terugkwam is dat de Wild Pigs die we tegenkwamen in Wild Hawk, dat level, een van de eerste levels in de game, is oorspronkelijk wilden ze sumo worstelaars van maken. Dat is gewoon een soort van hetzelfde idee als Crash, dat het gewoon mislukte experimenten waren. En de laatste trivia waar we het over kunnen hebben is dat Wumpa Fruits in Japan gewoon appels waren. Ze hebben ook wat dingen weg van appels, dus zijn appels. En Japan is volgens mij ook niet echt fan van die dingen. En hier had ik heel veel geluk mee dat ik hoog genoeg kwam om nog die sprong te maken. En hier hebben we een van de eerste lab assistants. Die echt actief probeert ons neer te halen en ook echt een lab assistant is. Met zijn concocties. Kijk, ik heb het heel goed gedaan, maar ik heb niet wat te veel boxes gemist. In vergelijking met Sunset Vista valt nog steeds mee. Nou, wat we nu hebben is Lights Out. Eigenlijk een, wat later in de Crash Games een stapel wordt, de lichten gaan gewoon uit. In andere games wordt het opgelost door vuurvliegjes te vangen. En nu wordt het opgelost door gewoon direct in het gat te springen. Nee, dit keer als je een Aku mask verzamelt, dan krijg je even licht voor een periode. Dat is tussen de, als ik het goed heb, ongeveer een halve minuut. 20 seconden tot een halve minuut. Maar het idee is nog steeds hetzelfde. Dat Aku, ja, als je de 2 hebt, 2 hits, heb je de 1 hit. En heb je de 3 invincibility voor een periode. Nou, maar dat is in deze geval niet dus zo. Ik lieg. Het komt omdat ik de andere Crash Games niet door elkaar haal. Vandaag geeft de Aku mask geen licht, maar dan kan je ze wel verzamelen op de wel normale manier. In deze is het dus zo dat de Aku mask gewoon ervoor zorgt dat je licht hebt. En dat je nog van een hit kan afkomen. Ook al hebben we nu een goede 5 Aku mask waarschijnlijk verzameld zonder één keer geraakt te worden. Dus oorspronkelijk zouden we al invincibility moeten hebben en 5 hits. Nou, dat is dus niet het geval, maar nu hadden we 6 Aku masks gehad. Nou, dit is ook weer een redelijk makkelijk level om te 100%. Puur en alleen maar
Omdat je ziet eigenlijk alles. Het is niet te missen wat er allemaal te doen is. Soms kan je alleen de jumps niet goed maken. En het is ook zo dat alle maskers makkelijk te zien zijn van een bepaald punt. Nou, als je geraakt wordt, verlies je Aku en dan kan je even een tijdje niks meer zien. Hup, hup. Continu in beweging blijven helpt. En dat vind ik het mooiste aan platforms als ik gewoon continu in beweging kan blijven en niet... als bijvoorbeeld in een Sonic game dat platformen en de snelheid van Sonic apart wordt gezien. Daarmee in Sonic maar gewoon doorrunnen in bijvoorbeeld levels als Rooftop Run. En ik heb 3 boxes gemist, geen idee waar. Nou, volgende level. Dus als ik het goed heb, ja, Jaws of Darkness is een ruïne level. Is geen waterlevel, ook al zou je het wel denken. Het is een ruïne level waar je moeilijk kan zien hoe en wat. Unlock a new path by earning the blue gem elsewhere. De colored gems in de Insane Trilogy die we hier hebben zijn green, The Lost City, zonder dood te gaan, Generator Room, zonder dood te gaan, Toxic Waste, zonder dood te gaan, Slippery Climb, zonder dood te gaan, Lights Out, zonder dood te gaan, en The Lab, zonder dood te gaan. Dan worden Gem Paths unlocked in de volgende levels. Groen is Jungle Rollers en Castle Machinery, Orange is Upstream, Blue is Rolling Stone, Cortex Power en Jaws of Darkness. Rood is Nether Forest en Road to Nowhere. Purple is Boulder Dash. En yellow is The Great Gate en Lights Out. Dus dit betekent eigenlijk dat wanneer je op dit punt eenmaal bent, je flink mag gaan backtracken. Dus ja. Nou, dan heb je ook nog keys om bepaalde bonus levels te unlocken. Deze kunnen gehaald worden in Sunset Vista en The Jaws of Darkness. Wanneer je... de Neocortex missies heb gehad. Dus die we net zagen. En unlock je de bonus level in Warhawk. En Fumbling in the Dark. En dat is het zo'n beetje. Ondertussen is dit gewoon een ruïne level. Dus we komen de standaard dingen tegen. Dus speren die uit de muur komen. Slangen. Spinnen. En dat is het. En dan word ik geplet. Altijd handig. Nou, jump weer van de spin naar beneden. Gaan we hier langs. Zoals je ziet, in deze game is het ook een stuk anders in vergelijking met de volgende games. Hier kan je heel gemakkelijk aan de Aku masks komen. En over het algemeen 3 achter elkaar. Dus dan, hier heb je niet zo snel het probleem van, oké, ik heb 1 hit en daarmee moet ik het doen. Nee, hier heb je al heel snel van, oké, ik heb Aku, ik ben invincible. In de andere games heb je heel snel maar 1 of 2 Aku mask en krijg je niet heel snel de invincibility Aku. Heeft ook mee te maken dat Crash Bandicoot 2 en Crash Bandicoot 3 veel makkelijkere games zijn in verhouding. Met Crash Bandicoot 1. Er zit ook veel meer replayability in, omdat je verschillende dingen hebt, maar... Over het algemeen zijn de games makkelijker. Toegeven, als je Crash Bandicoot 1 erbij pakt, en het vergelijkt met Crash Bandicoot 2 en 3, Crash Bandicoot 2 en 3 hebben meer toevoegingen, zoals bijvoorbeeld een onderwaterlevel, motorrijden, meer verschillende onderdelen. Nou, hier hebben we weer mooi de speren waar we op voor moeten passen. En dan draait het voornamelijk ook nu. Om
om. Nee, want het gaat om de 100% ending. Ik krijg een paar dingen. Eén ding heb ik al gezegd. Als je Ripperoo is dat Papu Papu een resort developer wordt. Ripperoo verdient een paar PhD's. Koala Kong zit in het gesprek met een speech therapist, zodat hij beter zichzelf kan articuleren en werkt nu in Hollywood. Pinstripe is naar Chicago verhuisd en waar hij nu zijn eigen sanitair bedrijf is opgestart. Nou, Nitrous Brio wordt een bartender. En Cortex is heel makkelijk. Cortex verdwijnt gewoon. Maar wij weten ook donders goed dat Cortex gewoon terugkomt in de volgende games. En nog steeds zijn plan wordt voorzetten van wereldoverheersing. Kom maar door. 88 boxes gemist. Valt nog mee. Als jullie iets horen, ik zit momenteel in een windtunnel. Nou, volgende level is Casual Machinery. En je ziet daar een paar dingen. Je ziet nog eigenlijk 4 levels. Casual Machinery. The Lab. Stormy Ascent, die ik in deze Let's Play niet ga doen. Puur en alleen maar omdat ik hem zelf niet heb kunnen uitspelen. Dus laat ik hem ook niet zien. The Hallway. Wat voornamelijk meer gefocust is op het... Als je alle gems hebt geunlocked, kan je daarmee... Neocortex overslaan en kom bij het einde van de game uit. Nog een fight tegen de assistant van Dr. Neocortex. Wat een redelijk simpele fight is. En dan heb je de fight tegen Neocortex hemzelf. En dat is redelijk simpel om uit te vogelen. En dat is het, meer is het eigenlijk niet. Het is wel zo dat langzaam maar zeker de... Je graag weer terug zou willen naar de jungle de jungle omgeving. Van de eerste, want het is nu langzaam maar zeker zo van... Oeps. Het begint iets gevaarlijker te worden. Maar ja, dat is progressie in, games. Wat ik altijd heel fijn vind. Als je ziet nu langzaam maar zeker meer de robots en de etenpijpen en de nucleaire rommel die mensen achterlaten. En dat is voornamelijk hier het ergste, omdat dit is Cortex Island. Dit is zijn eiland waar hij overal mee heeft zitten klooien. Dat scheelde niks. En daar was ik gewoon niet aan het opletten. Nou, we hebben gijzers waarvoor we op moeten passen. De gijzers hebben een bepaald ritme. 3, 4, 1, 2, 1. Oké, net gehad. Dan kunnen we mooi naar beneden lopen. En je zou denken, je moet eigenlijk gewoon... We zijn eigenlijk een omweg aan het maken. Even kijken, we deze nemen. Alle wombuff goed meenemen. En dit is een beetje zonde voor alle wombuff goed die ik hiermee heb vernietigd, maar het zij zo. Nou, we zijn net niet ver genoeg om dat te halen. Als dit... Auw. Als ik Crash Bandicoot 2 of 3 was geweest, had je nog een bodyslam kunnen doen. De bodyslam in Crash Bandicoot 2 en 3 geeft je net een klein beetje meer spring in je step. Zorgt eigenlijk... Het is een beetje hetzelfde als de hover in... Spyro, het zorgt eigenlijk voor dat je iets meer hoogte krijgt en iets meer horizontale afstand. Dus dat is best wel fijn om te hebben.
Dus ja, daar draait ook voornamelijk om. Nou, je ziet ook gewoon, als ik de bepaalde jumps zou moeten doen, dat lukt me over het algemeen niet. Op de een of andere manier heb ik er altijd problemen mee. Dus ja. En nu moeten we goed de geisers gaan ontwijken, zodat we niet daardoor geraakt worden. Dat is best handig. Zo. Nou, en nu hebben we gewoon een simpele autoscroller eigenlijk. Gewoon ontwijken, borden verspringen. Over het ijs kan je gewoon staan, omdat een of andere manier ijs niet je poten bevriest. Hoe dat werkt, geen idee. We hebben 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boxes gemist. Ja, yeah, Jaws of Darkness 88. Hier 10. Oké. Okay. Ik snap het niet helemaal, maar oké. Okay. Nu hebben we de fight tegen Nitrous Brio. Embryo is een redelijk typische platformbos. Laat ik hem even zo houden. Je kan zien, hij is fan van bartending. Wat je eigenlijk doet, is hij gooit de slimes naar je toe. De bedoeling voor jou is, spring op de slime. Spuit in zijn gezicht. En iedere keer dat hij een slime heeft, dat jij op een slime hebt gesprongen, komt hij terug en gooit hij één paarse bol. Dan worden het twee slimes en dan gooit hij opeens twee paarse bottles. 1, 2, 3. Laat maar, ik kan niet tellen. En nu gooit je de 3. 1, 2, 3. Dus dat is 1 hit. Dat is 2 hit. Dat is 3 hit. Hij heeft 7 health bars. En zo denk ik van, oké, wat doet hij nu? Nou, wat hij nu doet is hij combineert. Denk samen. Hij gooit 6 paarse potions. En nu combineert ze samen. En gaat hij gewoon naar drinken. En wordt hij de Hulk. 3 hits. Hoe doe je dit? Nou, makkelijk. Je probeert op zijn kop te staan met de pillars die jou zijn gegeven. En voor de rest doet hij niet zo heel veel interessante dingen. 1, 2, 3, 4. En dan komt langzaam zeker jouw kant op. Kan je erop springen en ben je weer klaar. Volgende. En het is net zoals Koala Kong. Waarschijnlijk is daarop gebaseerd. Hij skipt leg day. En laatste. En dat was Embryo. En de nitrus is been broken. En we hebben weer de Wompa Islands. Lone Skin. En nu hebben we nog. Volgens mij hebben we nu de lab. Ja, de lab. Met de college gem die we zouden kunnen gaan verzamelen als we dat zouden willen. Ja, break every box without dying to earn a special gem. Gaat ons niet lukken. De gimmick van dit level is, haal de verschillende boxen over. En dan kan je verder. Daarmee kan je of het platform onder je vullen, of dan kan je de deur mee open doen. Ondertussen zit Embryo's experiment hier ook nog. 1, 2, 3, openmaken en we kunnen door. En dan kunnen wij weer verder. En weer een bonus level wat ons niet helemaal lukt. En met niet helemaal bedoel ik gewoon helemaal gewoon niet. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tok, tok. Waar zijn die andere boxen? Geen idee. Ik vind het goed. 54 Wombafoot. Ondertussen blijft Wombafoot doortellen en kunnen we deze nemen. Hier staat een Lab Assistant. Langs heen springen. Je kan hem waarschijnlijk wel attacken. Doe dat niet. Hoppakee. Kunnen we deze overhalen. Even wachten op het slijmmonster. Die springt afgrond in en wij kunnen door. 1, 2, 3. Dingen openmaken. Wij kunnen weer verder. Deur kunnen open en we zijn bijna bij het einde stuk. Waarin je gigantisch veel TNT hebt. En daar zit ook onze eindopteken in waarvoor we moeten oppassen. Dank u. Hallo meneer. Doei meneer. Gate open, die open. Gaat het platform dicht. 1, 2, 3. En ja hoor, daar ging het. Zij toch, dit gaat me niet lukken om de Scarlet Gem te halen. En boom. Gaat die open. Springen we langs de Lab Assistant heen. Tok, tok. Hallo meneer de slijm. 1, 2, 3. Kunnen we die over 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan zou je hem net moeten halen vanaf dit stuk. En je kan net in dat gat ertussen springen en ben je bij het einde. En het einde bestaat uit TNT Blocks. En wij zeggen nee. Blijf mooi hier hangen. En we zijn klaar met de lab. We zijn 10 boxen. Ik vind het goed. Of 7 boxen, omdat je TNT nog mee moet rekenen. Ja, 7 boxen. En nou hebben we het moeilijkste level uit de game. Sunset Vista is moeilijk omdat hij lang is, maar de Great Hall is een heel moeilijk level om één hele simpele reden. Nou, hier geeft als de hint, return here when you've earned every cleared gem. Dit level kan je alleen halen wanneer je de game hebt 100%, anders ben je klaar. Hoppakee, laters. Dat is een redelijk moeilijk level, want je moet zoveel dingen ervoor doen, wil je de level fatsoenlijk doen. En hier is onze fight tegen Dr. Neocortex. Deze fight is best simpel. Hij schiet energy bolts af met zijn eigen raygun. De groene kan je terug schieten. En dat is het. 5 health bars. Nou, paas kan ontwijken. Paas zijn gewoon lineaire dingen. Groen kan je terugkaatsen. Paas. Nou, wit komt via de zijkant omhoog en is een gaat gewoon een pad langs, een heel traag pad. En dat is toch wel gemeen. Heeft nog voor mij een blauwe die als een golf heen en weer gaat. En dat is de hele fight in general. Paas, wit, paas, wit. Nou, bovenlangs, onderlangs. En terug. En dan schiet je er 2 af. En dan moet je de 2 combineren. Om nog 1 keer te raken. Paars. Wit. Wit. Paars. Groen. En weer paars. Wit. Oh nee. De witte gaan nu in de golfvorm. De witte gaan nog niet meer gewoon als een lineair pad langs. Dat was hem. Ik dacht dat was blauw. Maar was dus niet het geval. Paas, 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 paas. Gewoon een flurry. En tok. En nog 1 hit en dan zijn we klaar. Tok, dankjewel. En dat was Crash Bandicoot 1. Simpele platformer. Heerlijk om te spelen. En Cortex has been in
Mengels is naar de tering. Nog niet, dan krijg je in Final Fots, maar we hebben de hele Crash Bandicoot serie nog. Maar die ga ik niet achter elkaar meteen doen. Die worden tussendoor tussen verschillende let's plays. Geshot, ze zijn redelijk kort, meer voor invulling. Maar ja, voor nu, leuke platformen, heel leuk om te doen. En jullie krijgen de mooie credits te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.